We gaan Blondie halen. Ja. Maar niet zo. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we een passende single hebben, want anders dan wordt het een hele uitdaging. Ja, dan moet ik recht blijven zitten en als het te scherp door de bocht gaat, dan lig ik er. Ja, dat is voor niemand fijn. Als het zadel onder de buik komt, dan kunnen we opnieuw beginnen met zadelmak maken. Dat willen we niet. Nou, we gaan gewoon even kijken hoe het gaat en dan, ik heb niet echt een vooropgezet plan. We gaan even kijken, ja, ik ga gewoon even kijken en dan, ja, we gaan gewoon hier even op de volte beginnen. En dan ja, ga ik even kijken hoe het gaat, want Daan heeft natuurlijk een paar keer gereden. Je hebt nu bij Daan even gereden, dus ik ga even kijken waar het nu staat en wat we gaan doen. Zo, oké, test van hand veranderen. Goed zo, twee teugels. En weer een klein beetje terug, langzaam licht rijden. Ja, en weer een beetje naar voren. Zo, en dan denk je eigenlijk alleen maar die... Ja, rij maar weer een beetje bij, Tess. Kom maar. Ik zeg aan mijn duim hou ik als het ware een soort richting aanwijzen naar beneden aan. En in mijn ringvinger kan ik eventueel nog een keer of een hele ophouding maken als ik dus een overgang wil maken. Of een keer een halve ophouding als ik hem wil, hè, een figuur wil rijden of even wat meer wil of wat stelling wil. Goed zo, goed zo. En dan weer op rechts, hè, want op links gaat het nu eigenlijk goed. Dan willen we eigenlijk nog een beetje meer op rechts. Zie je? Je moet maar kijken of je het ziet, maar hij draait dan ook een beetje zijn rechteroor weg. Ik heb spierpijn geoefend. Spierpijn, ja. Ontspannen in de armen. Oh, nou goed zo. Goed gewerkt. Nou ja, ik vind eigenlijk dat we een hele stap gezet hebben. Ja, best wel. Ja. Dat jij nu eigenlijk al rijdend steeds beter bent gaan voelen van oké, wat moet ik doen? En natuurlijk is dat nog niet altijd het. Precies het goede, maar dat is ook niet wat ik wil. Ik wil dat Tess haar ruitengevoel ontwikkelt. En dat kan je eigenlijk alleen maar ontwikkelen door ja, het elke keer mis te laten gaan. En dan weer daar weer komen. En dat je steeds sneller door gaat krijgen. Hé, ik deed dat of ik deed dat goed. En oh, dat was misschien niet zo goed. En daar leer je van. Ik heb ineens wedstrijd, spring en dressuur. Ik zit nu op Blondie. Gaan we zo springen. Nou, ik heb net het wedstrijd-achtig iets gedaan. Het ging best goed. Ik heb 3 weigeringen. Dat is al minder dan de vorige keer. En ik heb er nu ook meer plezier in gehad. Nu ga ik even lekker uitstappen. Therapiedekje opdoen. En dan even lekker eten. En dan ga ik er alweer op zadelen voor de dressuur. Binnenkomen in arbeidsstraf.
meegedaan met het springen en dressuur. Dressuur. Ik maakte in plaats van een, door een S van hand veranderen een slang met drie bogen. Ik weet ook nog steeds niet hoe ik dat heb gedaan. Dus op een gegeven moment zaten we allebei op dezelfde hand. Moet wij vertellen dan dat het carousel was? Dus oh, dat? Het was carousel dressuur. Dus we hadden de F6 gedaan. En die verliep niet helemaal lekker. Maar het was wel heel leuk. En wij zijn uiteindelijk 90 geworden. Ik zie jullie morgen weer. Het is vandaag dinsdag. En ik ben op de Arkhoeve van Blondie. We gaan vandaag rijden. En ik ga voor het eerst rijden met haar nieuwe hoofdstel. Ik heb haar al gezadeld. Ik ga er zo op zitten. Gisteren heb ik Blondie gereden. Dat ging heel erg goed. Een paar dingetjes waar ik vandaag ook met Tess aan wil werken. En dan hoop ik nu dat Blondie weer wat geleerd heeft gisteren. Dat ik Tess dat ook weer kan leren. Blondie heeft vooral een beetje moeite met halt houden en het wachten. Want die wil in het halt houden meteen zo de teugels uit je handen trekken. En dan, ja. En het is heel belangrijk dat ze, ja, dat voel je dan een beetje aan haar. Dat ze af en toe van Tess een beetje er zin krijgt. Dus ze moet een beetje de hoeken afsnijden. En als je figuur rijdt, net niet helemaal mooi uitrijden. Dus daar heb ik gisteren echt even goed aandacht aan besteed. Dus dat gaan we vandaag weer doen. Vandaag donderdag en we zijn met de boer on tour. Ja, ja. Niet zomaar, maar... We gaan Blondie halen. Ja. Maar niet zo lang. Nee, ze gaat voor een weekje terug. Ze is iets langer gebleven dan gepland was. Ja, want eigenlijk zou je maar een weekje nog in de vakantie doorgaan daar. En uiteindelijk is er nog een week bijgekomen. Dus inmiddels staat ze er 3 weken. Ja, drie weken. Maandje. Ja, 3 weken volgens mij. Een week vakantie, een week in de vakantie en nu deze week. Dus dat is 3 weken. 3 weken. Meiden van de Arkhoeve die gaan lekker even een weekje ertussenuit op vakantie. Dus dan komt Blondie weer terug naar huis. En dan na de vakantie... Komt ze weer terug. Op de Arkhoeve dan? Ja. Hoe komt dat? Omdat de training eigenlijk wel heel goed gaat. Ja, en ik zit net wel met het trainen. Dus, dat is niet. Tess wil heel graag, tenminste, Steve en Daan vinden dat Blondie en Tess een constante aanleiding moeten hebben voordat ze weggaat. En het is denk ik ook wel heel fijn om zoveel in zo'n korte tijd te leren, of niet? Ja. Vind je het wel moeilijk? Allebei. Hoe bedoel je allebei? Ik vind het leuk, maar ook lastig. Ja, dat is het denk ik ook wel. Maar ik moet zeggen, we zien progressie, hè? Wat is progressie? We zien dat het vooruit gaat. Ja. Ja. Vind je het fijn? Ja. Wat vind je het leukste? Dat kan. Wat vind je het stomste? Dat ik er niet elke dag op zit te wachten. Het is natuurlijk wel heel intensief, want je wordt geholpen met zowel longeren als rijden, als alle andere dingen die er nog bij komen kijken. Ja. Dus al met al heel intensief, maar wel heel leuk. Maar dat betekent wel dat we er nu voor een weekje gaan halen, maar dat ze dus ook nog terug gaat. Ja. En hoe lang dan precies, dat weet niemand. Ja, nou, we moeten even kijken totdat wij de constante aanleuning hebben, om het zo even netjes te zeggen. En dan moeten we ook even kijken hoe jij zondag met stress omgaat en denkt dat alles in één keer moet lukken. Want zondag heb je een... wedstrijd. Een wedstrijdje in de BB. Hey. En dan betekent het wel dat alles wat bij de Arkhoeve lukt, hoeft nog niet bij Middenhof te lukken. Nee, want dan zeker heb je niet. Geen juf in je oor die de hele tijd vertelt van wat je moet doen. Bing, bing! Dat is. Goed, wij gaan met de boer on tour naar de Arkhoeve. Dan krijgt ze daar haar laatste dressuurles voor deze week. En dan gaan we Blondie halen. Ja. Let's go. Ja.
Nou, Tess, je mag Blondie weer even mee naar huis nemen. Maar voor heel even. Het gaat nu al een heel stuk beter, hè? Maar ja, we zouden je graag daarin nog ietsje dichterbij willen begeleiden. Dat we echt voor je kunnen zorgen dat het steeds beter gaat. En dat je het steeds sneller en beter onder controle krijgt. En we denken dat we daar gewoon iets vaker begeleiding bij nodig hebben. In plaats van één keer in de week. En dan ga ik ook even een weekje op vakantie. Ja, want ik ben op vakantie geweest. Was zo eerlijk als jij dan ook op vakantie. Ja, nu ga ik een weekje op vakantie. En dan ga je thuis gewoon even lekker verder oefenen. Ja. En de zadelmaker kwam, hoorde ik. En je gaat lekker naar buiten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het is vandaag vrijdag. En dat betekent dat ik met Verona of überhaupt met een paard in de springles ga. En dat is vandaag met Verona. We gaan er wat moois van maken. Jullie kunnen zien of we dat doen.